Nou, als bloemisten zijn we heel erg goed in ons creatieve vak. We maken de mooiste dingen, maar het is ook belangrijk dat we ze verkopen aan de mensen en dat ze weten dat we ze ook hebben. Het eerste contact wat je met je klant hebt is je buitenpresentatie. Ik zorg altijd dat er een leuke actie buiten staat, net zoals nu met de sierkooltjes en de rookworst. Met dit soort dingen kan je ook gratis publiciteit verkrijgen. Zoals je kijkt naar onze Ride for the Rose actie van Mijn Bloemist. Hij heeft geresulteerd in een heel mooi krantartikel. Ik heb niet veel planten in mijn winkel, maar ik probeer de woonplant van de maand altijd in mijn winkel te hebben. Bloemenbureau besteedt er veel aandacht aan en op deze manier profiteer ik een beetje mee van alles wat ze daarmee doen. Kansen die ik zelf graag pak, dat zijn de algemene campagnes van bijvoorbeeld Bloemenbureau of van Mijn Bloemist. Ik vertaal ze dan in mijn eigen winkel, geef mijn eigen touch aan, zodat het commercieel voor ons veel interessanter wordt. Hier nog een kaartje. Je kunt op onze website bepalen wat uw lievelingsbloem is. Vul het kaartje in, lever hem even in de winkel. Maak kans op een prachtig boeket van je lievelingsbloem. Oké, ga ik zeker doen. Dankjewel. Geniet ervan. Tot ziens. Dag. En zo vertaal ik de acties van Bloemenbureau naar mijn eigen winkel.